Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. In uitzending 587 is vandaag het tweede deel van Gelaten 4 aan de beurt. We hebben in deze brief veel over de wet, die God via Mozes bekend maakte, gesproken. De wet was een opvoeder. De wet hield mensen gevangen. De wet liet zien wat er allemaal mis was. Kortom, leven onder de wet van God viel niet mee. Met de komst van Christus is er echte vrijheid om in te leven gekomen. God heeft Zijn belofte van verlossing via Hem waargemaakt. De bereidheid van God om mens te worden, en zelfs te lijden en sterven, is het grootste geschenk dat God kon geven. Paulus is niet voor niets ten einde raad als hij merkt dat de gelovigen hun vrijheid in Christus dreigen in te ruilen voor de gevangenschap van de wet. Ze hebben alles van God gekregen en laten zich nu zo makkelijk beïnvloeden door Judaïsten dat ze Gods gaven daarmee aan de kant leggen. Een van de grote gaven van God is de Heilige Geest. De vorige keer hebben we daarover nagedacht. Gods Geest helpt ons om de relatie die we met de Vader mogen hebben te verdiepen. Hij leert ons God beter te begrijpen. Hij overtuigt ons van de waarheid dat we God Vader mogen noemen. Hij leidt ons door dit leven. Paulus maakt zich grote zorgen over de hang van de gelovigen naar de wet, terwijl de Heer God zoveel beters voor hen heeft. Vandaag lezen we verder hoe Hij hen hiervoor waarschuwt. In de vorige uitzendingen hebben we gelezen over Paulus' uitvoerige uiteenzetting en waarschuwing tegen het gevaar van de terugval onder de macht van de Joodse wetten. In versen 12 tot en met 20 zal de apostel Paulus zijn eigen leven als voorbeeld stellen. Zijn relatie tot de Galaten zou voor hen op zichzelf al reden genoeg moeten zijn om niet aan de Joodse dwaaleraren toe te geven. Galaten 4, vers 12: Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u: U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. Na de uitvoerige zakelijke uiteenzetting volgt een persoonlijk argument. Dit vers is ook emotioneel, want Paulus smeekt hun te worden als hij. Tegelijk wil hij niet de indruk wekken dat hij zich persoonlijk beledigd of gekwetst zou voelen, alsof ze hem persoonlijk onrecht aangedaan zouden hebben. Uit de woorden broeders blijkt de gezamenlijke band met Christus. Juist op die persoonlijke band wijst het vervolg. In geen enkel opzicht is de band tussen de Galaten en Paulus verbroken. Dat de Apostel zo scherp is komt niet omdat er persoonlijke problemen tussen hem en de gemeente zijn. Integendeel, hij houdt te veel van hen om niet in te grijpen. Gezien de context is het aannemelijk om bij de woorden, wees zoals ik, te denken aan Paulus' verhouding tot de wet. Hij is door de wet voor de wet gestorven. In Galaten 2, versen 19 en 20 hebben we gelezen, want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. De wet kan voor Paulus geen middel meer zijn om door God als rechtvaardig beschouwd te worden en het heil te verkrijgen. Galaten 4, vers 13. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd, een lichamelijke zwakheid? De apostel geeft zijn eigen leven als voorbeeld. Niet omdat het een verdienste van Paulus zou zijn, maar omdat daarin uitkomt. Dat Paulus zelf ook navolger van Christus is. Om dit te onderstrepen wijst Paulus op hun eerste contact. Wanneer we dit precies moeten dateren, hangt af van wie de aangeschreven gemeenten uit Galatië zijn. In de inleiding heb ik aangegeven dat daar twee verschillende mogelijkheden voor zijn. Voorbije uitzendingen kunnen trouwens steeds opnieuw beluisterd of gedownload worden via onze website. Paulus vertelt dat hij bij het eerste contact lichamelijk zwak was. Wat bedoelt Paulus daarmee? We kunnen aan een aantal mogelijkheden denken. Het kan gaan om ziekte, maar ook over de in 2 Korinthe 12 vers 7 genoemde doorn in het vlees. Vanuit Handelingen 14 vers 19 kunnen we ook denken aan de gevolgen van een steniging. Daardoor kon Paulus tijdelijk geen lange reizen maken en moest hij in de buurt blijven. Als we rekening houden met vers 15, is het ook zeer goed mogelijk dat het om een of ander oogprobleem ging. Misschien was Paulus doorn ook die oogziekte. Wat het ook was, het maakt hem kennelijk erg onaantrekkelijk. Sommigen denken daarom specifiek aan een oogziekte die in dat land veel voorkwam en gekenmerkt wordt door heel veel etter dat uit de ogen loopt. Je kunt begrijpen hoe onaantrekkelijk dat zou zijn om naar te kijken terwijl hij tot hen sprak. Maar, zoals ik al zei, het is niet met zekerheid te zeggen waarover het juist gaat. In elk geval veronderstelt Paulus hier dat er in zijn lichamelijke toestand voldoende reden had kunnen liggen om hem niet te ontvangen. Maar dat is niet gebeurd. De Galaten hebben geluisterd. De mooie boodschap van het evangelie die deze man bracht, deed hun zijn uiterlijk vergeten. Galaten 4, vers 14. En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God. Ja, als Christus Jezus. Hiermee hebben de Galaten gedaan wat Jezus van al zijn volgelingen verwacht, ook van ons. In Matthäus 10, versen 40 tot en met 42 staat: Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem. Die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. De apostelen vertegenwoordigen de Heer Jezus Christus. Hij is op zijn beurt Gods plaatsvervanger. De taak van de apostelen is te vergelijken met die van de profeten. Zij worden rechtvaardigen genoemd omdat ze vertegenwoordigers zijn van de goddelijke gerechtigheid. Degenen die hen als profeten en rechtvaardigen ontvangen, hebben daarmee deel aan hun bediening en krijgen daarom ook hun loon. De Heer Jezus wil zijn volgelingen duidelijk maken hoe hoog bewezen gastvrijheid door God wordt gewaardeerd. Galaten 4 vers 15 Waarin preest u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. De Galaten hadden zich gelukkig geprezen dat ze door de komst van Paulus Jezus Christus zelf hadden mogen ontvangen, en in hun gedrag was dat te merken geweest. Paulus drukt dat uit met de woorden: U zou bij wijze van spreken uw eigen ogen hebben uitgerukt, om die aan mij te geven. Zoals ik al zei, veel uitleggers zien hierin een aanwijzing om de ziekte van Paulus te benoemen als een oogziekte, want waarom zouden ze hem een oog willen geven? Als jij bijvoorbeeld zou lijden aan zijn benen. Anderen zien deze woorden als een geladen uitdrukking van verbondenheid. Galaten 4, vers 16. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Deze vraag is een actuele vraag. Iedereen die Gods waarheid wil vertellen, kan zich dat afvragen. Zoals je weet, willen veel mensen vandaag echt niet dat bijvoorbeeld een predikant ze de waarheid vanaf de kansel vertelt. Ze willen veel liever dat hij iets bemoedigend zegt, om hun veren glad te strijken. En te maken dat ze zich goed voelen. We houden er allemaal van dat we complimentjes krijgen. En misschien gebeurt dat tegenwoordig wel vaker dan de verkondiging van de waarheid. Galaten 4, vers 17. Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u. Maar zij willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. De valse leraren doen dat niet voor de bestwil van de Galaten. Nee, hun doel is de Galaten helemaal voor zichzelf te hebben. Als de wet in plaats van de genade komt. Zullen de zogenaamde uitleggers van de wet in de plaats van de apostel komen, en tenslotte in de plaats van Jezus Christus zelf? De Galaten kunnen ervan verzekerd zijn dat het juk van de valse leraren veel zwaarder is dan het juk van Jezus. Galaten 4, vers 18. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben. Blijkbaar hebben de Galaten het goede getoond toen Paulus bij hen was. Wat zou het mooi geweest zijn als ze daar tijdens Paulus afwezigheid mee zouden zijn doorgegaan? Paulus heeft ongeveer hetzelfde aan de gelovigen in Korinthe geschreven. De gelovigen in Korinthe hadden ook van Paulus gehouden, en Paulus moest ze waarschuwen voor deze mensen. Valse leraren zijn vaak heel aantrekkelijk. De waarschuwing van de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe en Galatië is ook vandaag geen overbodige luxe. Galaten 4, vers 19. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Dit hoofdstuk besluit met een allegorie van Hagar en Sara. In dit gedeelte is alles contrast tussen deze twee vrouwen. Haar en elke verwijzing naar haar vertegenwoordigt de wet. Sara en elke verwijzing naar haar vertegenwoordigt geloof in Christus. Paulus adresseert zijn allegorie aan de gelovigen uit Galatje met deze tedere uitdrukking: Mijn lieve kinderen. In de Griekse grondtekst staat hier het woord technia, wat geborenen betekent, vandaar de genoemde barensnood. Paulus heeft een heel zacht hart en hij vergelijkt zichzelf met een moeder. Galaten 4 vers 20. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Paulus wilde aanwezig zijn zodat hij anders kon spreken. Hij was ernstig bezorgd over deze mensen. Hij had krachtige taal gebruikt in zijn brief, maar je kunt zijn zachte hart zien. Paulus ziet dat de Galaten zich aan de fascinerende betovering van de dwaaler gewonnen dreigen te geven. Tegelijk wordt de kloof steeds duidelijker tussen Paulus en de gemeente van Galatie. Galaten 4 vers 21. Zeg mij: u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Na de persoonlijke uitweiding volgt in de versen 21 tot en met 31 een zakelijke argumentatie vanuit de wet van God zelf. Het gaat nog steeds over de verhouding tussen wet en belofte, zoals die vanaf Galaten 3 aan de orde is. Paulus vraagt waarom, als ze dan toch per se aan de wet willen houden, ze niet luisteren naar wat de wet zelf zegt. De dwaaleraren kunnen zich misschien beroepen op de wet als Gods woord, maar dat kan Paulus ook. De Apostel wil de wet benaderen vanuit al haar aspecten. Er zijn mensen die over de tien geboden of een ander wettisch systeem praten, maar ze praten niet over de straf die door de wet wordt opgelegd. Ze geven de wet niet weer in het volle bereik van zijn bediening van veroordeling. Ze kunnen niet bevatten hoe heilig God is en wat de gevolgen waren wanneer die wet niet 100% nageleefd kon worden. Ook de Galaten hadden feitelijk de wet niet gehoord. Het geven van de wet was niet mooi en gezellig, maar schrikwekkend. De Galaten leken onder de wet te willen zijn, daarom had Paulus hen die laten horen. Galaten 4, vers 22. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: één van de slavin en één van de vrije. Hiermee worden andere zonen niet uitgesloten. Maar het gaat om de vergelijking tussen Ismaël en Isaac. Ismaël werd geboren uit de slavin Hagar. Isaac werd geboren uit Abrahams eigen vrije vrouw Sara. Gelaten 4 vers 23. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Er was niets bijzonders aan de geboorte van Ismaël. Toch klinkt in de woorden naar het vlees ook kritiek door voor het eigenmachtige waarmee Abraham en Sarah dachten zelf de belofte van God te moeten realiseren. In Genesis 16 hebben we gelezen over het gebrek aan vertrouwen op Gods woord. Isaac daarentegen werd verkregen op Gods belofte. In de uitzendingen over Genesis 12 tot en met 22 lazen we dat de vervulling van de belofte van nakomelingschap tegen alle natuurlijke verwachting inkwam. Ondanks het feit dat Abraham en Sarah te oud waren om nog kinderen te krijgen, wilde de Heere door zijn geest nieuw leven geven. In Hebreeën 11, vers 11 lezen we Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem het trouw heeft geacht die het beloofd had. Galaten 4, vers 24 Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden, het ene dat van de berg Sinai... Dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is hager. In deze geschiedenis ligt een diepere betekenis. Daarmee bedoelt Paulus niet alleen de allegorie. Het uitgangspunt van Paulus ligt in de concrete openbaring van God in de geschiedenis van zijn volk. Van daaruit herkent de apostel in wat hij in zijn eigen tijd ziet, de hand van dezelfde God, die ook al werkte in de geschiedenis van Abraham. Op die manier krijgt de oude geschiedenis van Abraham een nieuwe betekenis voor de tijd van Paulus, maar ook voor vandaag. Zo handelt de Heere nog steeds. In de twee zonen ziet Paulus de vertegenwoordiging van twee verbonden. Niets vreemds voor een oosterling, die veel sterker dan wij in de lijn der geslachten denkt. In die zonen gaat het om twee geslachten, ieder met een relatie tot God. Eerst werkt Paulus de lijn van Hagar uit. Gelaten 4, vers 25. Want deze Hagar is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Totaal onverwacht voor joodse oren wordt het verbond dat de basis van het leven van het uitverkoren volk is, hier gelijkgesteld met het verbond van God met het geslacht dat Hij verworpen heeft, de lijn van Hagar en Ismaël, de stamvader van de Arabieren. De overeenkomst ligt voor Paulus in het slaaf zijn van Hagar. Daarom zijn ook haar kinderen vanaf hun geboorte slaven. En deze slavernij is ook het wezenlijke kenmerk van het leven van die Joden die het nog steeds van de wet verwachten. Zoals de kinderen van Hagar vanaf hun geboorte slaven waren, zo zijn ook allen die nog onder de wet zijn, in slavernij. Gelaten 4, vers 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. Tegenover het tegenwoordige Jeruzalem stelt Paulus hier het hemelse Jeruzalem. Dat leven dat zij ons schenkt, is niet een leven in slavernij, maar in vrijheid. Want de kinderen van dit Jeruzalem ontvangen het leven niet uit de wet, uit wat zij zelf hebben te doen, maar uit genade. Dat Jeruzalem als vrouw of als moeder wordt aangesproken, is heel bekend uit het Oude Testament. Galaten 4, vers 27. Want er staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Paulus haalt Jezaja 54, vers 1 aan, om te laten zien wat het betekent te horen bij het hemelse Jeruzalem. Dit vers is oorspronkelijk bedoeld als troost voor Israël na een tijd van overheersing. Het bezinkt de vreugde aan het begin van het vrederijk als God het overblijfsel dat zich met berouw over zijn zonden tot hem heeft bekeerd, weer in zijn gunst heeft aangenomen. Dan zijn ze vrij om van alles te genieten wat God voor hen heeft. Galaten 4, versen 28 tot en met 31 Wij, nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds, hij die naar het vlees geboren was. Hem vervolgde die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Paulus gaat ervan uit dat de galaten alleen in uiterlijk opzicht de verkeerde kant opgaan en dat ze de verkeerde leringen nog niet innerlijk hebben aangenomen. Hij zegt dat ze kinderen van de belofte zijn. Met andere woorden, er is nog hoop. Er is bij God altijd een weg terug. Ook vandaag kan dwaaler iemand op het verkeerde pad zetten. Het is nooit te laat om daarvan af te stappen. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.